Mijn naam is Jordi, ik ben 26 jaar oud en woon in Friesland. Ik hou een klein beetje van avontuur, maar in deze nieuwe serie ga ik toch het avontuur aan. Dit doe ik niet alleen, maar met mijn broertje, die ook mijn vaste cameraman is. Dit is de... We zitten te eten, pizza, en ik zit een pizza te eten en een klein beetje in de auto gas te geven, dus ik speel gewoon GTA. In principe GTA. Ja. Echt een baby kan me de kruipen nog inhalen. Nou oké, de auto komt een beetje vooruit. Ja. Oh, dat is niet te zien. Oh ja, opname start. En nou, ja. Dit neemt hij op, hè? Ja. Ik zit even op te nemen waar ik geld in heb met mijn vrouw. Er loopt hier een politieagent binnen, man. Oh, de politie moet ook gewoon even leuk naar de dames kijken. Wat gaan ze doen? Ze gaan met eten en we gaan in het casino echt gokken. Nou, iedereen zet 5 euro in. Ja, moeten we nog even de... Ja, spelregels zijn, iedereen zet 5 euro in. Gokken in de paardenraces, iedereen kiest 2 paarden. En als een van jouw 2 paarden wint, dan krijg je de inzet van de andere. Ja. Ik heb 4 minuten. Een beetje eerlijk proberen te verdelen. Oké, wacht even. Dus, hold on. Oké. Oké, Jordi wil? 3. Ik wil 2. Ja, tuurlijk wil jij 2. Goed, dan neem ik 1. Dan neem ik, om het eerlijk te maken, 4 erbij. Ik 6. En ik 5, ja, dat is wel eerlijk. Ja. Dus Jordi heeft 3 en 6. Mark heeft 2 en 4. En ik heb 1 en 5. Oké, 10 seconden. Oh ja. 3 of 6. Ik ben echt gespannen nu ook. Ja, nu gaat het wel echt geld. Oké, okay, daar gaan we. 1 of 4? 5 bedoel ik. Nou, 4 mag ook wel winnen, ja, Mark. Nee, 1 of 4. 3 of 6. 2 of 4. Mark, je zit de hele tijd van 4 te rusten. 1 of 5. Oh, dat is spannend. 2 staat voor mij vooraan. Voor mij nu ook, maar 5 komt eraan. Kijk, dat is het verschil tussen jou en mijn scherm. Ja, het is altijd anders, hoor, Frans. Ja, alleen het einde is altijd hetzelfde. Oké. 1 komt eraan. Oeh, er komt 3. Oh, 4 komt er ook aan, ja. Oeh. Er komt 2, maar ik ga er winnen ook nog. 2 staat voor. 1. Ik wist dat 2 niet meer hoor. Oh nee. Mark heeft gewonnen. Mark heeft 15 euro gewonnen. Oh, man. Je hebt 15 euro gewonnen. Je krijgt het een keertje binnen. Vanavond, stuur maar de tikkie. Wauw. Waar de fuck heb je dit gewonnen, Jordi? Er kwam een agent mee aanrijden, om mij te doden. Nou, kom erin, de rondleiding begint. Wat moeten we doen? Nee, ik achterin. Moet jij even ingedrukt houden? Nee. Waarom? Wat doe jij? Nee, dat gaat niet, want dan doe ik dit namelijk. Nou, ik zou de rondleiding geven. Maar waar kunnen we hier met z'n tweeën in? Je moet achterin gaan springen. Ja, zo. Oké, okay, oh, je bent daar. Het is niet toegestaan om te klimmen. Ah! Zijn die lantaarn op al? Nee, ze kijken naar die dooi die ervoor ligt. Oh, daar. Oh, daar ligt inderdaad. Oké. Okay. Als we over hun collega heen rijden, denk je dat ze dit leuk vinden? Dat weet ik niet. Kunnen we verder met de tour? Ik vind het heel leuk. Wat is hier zo dom? Oh, kijk. Okay. Er leeft de actie nu dichtbij. Mark gaat er wel liggen. Mark. Een beetje moe van deze andere tour. Hey, ik heb gewoon betaald. Ik heb het geld op gekregen met mijn weddenschap. Ik wil een af te krijgen, dat mooi niet. Stel je lekker op. Jammer joh. Ja, toch? Kan er nooit. Nee.
Zo. Einde tour. Ik vind het geen einde tour. Doet het! Ik haat deze tour. Het is nu 8:30. Precies. En we gaan gewoon even wat kloten en hoeren in GTA. Missietjes gaan we vanavond wel weer doen, maar Effie en Rodi willen even tv kijken. Dus dan, ja, als het voor het opnemen wat lastig met geluid als we tv willen kijken. Wat is dit dan? Huh? Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat komt dit aan? Wat gebeurt hier allemaal? Wat is dit? Wat is wat? Nou, deze niet. Die was boos op eerst. Het is een levend standbeeld. Oh ja, die heb je ook, ja. Oh. Hey, kijk daar jongens, voor een levend standbeeld doet hij het vrij goed. Ja, je staat goed stil. Ja, ik ga dan erop. Oh nee, je gaat niet erop, je blijft hier maar. Doei! Nee, nee. Jij gaat achterop. Rodi is alweer in huis en Effie is op bed en het is iets voor 11. Het is alweer laat. En wij zitten hier alweer een aantal uren. Ja. Dus ja. Zometeen om 1 uur zitten we op de helft. Rond 1 uur zitten wij op de helft. Oh mensen toch. Wat was dit een lange avond. Oké, we hebben niet, we hebben nog steeds geen missie gedaan, we zijn nog steeds aan de kutten. Ja. Maar ik ga deze plank proberen te bewandelen en ga kijken of het loopt. Zit die ding aan mij ijskraam vast? Weet ik niet. Kunnen jullie naar boven? Nee, dit is geen. Oké. Wow. Dat je bij het beste. Holy shit, de katten worden kloos of zo niet meer. Nee. Het is officieel 12 uur geweest, dus nog een uurtje en dan zitten we op de helft alweer. Nou, ik ben nog niet echt moe. Nee, ik ook niet. Maar dat gaat zo denk ik wel komen. Ik denk dat het zo tijd is voor een drankje. Mm-hmm. Dan gaat het wat naar beneden. Pomp. Wat was dat dan? Okay. Ja, een straaljager of zo. Oh. We zijn echt alleen in gevecht met andere mensen op dit moment. Ja. Hun killen ons, wij kunnen. We zijn niet echt heel veel iets bijzonders aan het doen. Zo spittig daar. Oké, mensen, dit gebeurt er dus in elke GTA-sessie. Ja, in de openbare service. Deze hacker zei dat ik hier moest gaan zitten, maar ik weet niet waarom. Hallo. Oh. 0.0 mensen, anders blijf je niet scherp. Ik heb mijn computer nu uitgedaan, want hij is een beetje oververhit, dus ik ga... Oh, twee schermen ineens. Ik ga dus dan even een kwartiertje chillen. Met Omid inmiddels al. Mijn computer gaat even afkoelen, daarna gaat de Mars computer even afkoelen. Ik heb geen idee waar mijn telefoon... Oh, die zit daar natuurlijk. Het is nu 31, dus ja, kwart voor gaat de computer weer aan. Ja, dan kan hij ook een beetje rust, want 24 uur voor een computer aan lijkt me ook niet echt ja, heel fijn. Ik ga even naar de wc. Dat is een slim idee. Zometeen, dus ik ga eerst even chillen en met Mark meekijken. Mensen, het is al 3:15 geweest en we zitten nog steeds lekker te gamen. 3 nu? Oké. Ja. Wat man, man, wat een... Avontuur. Avontuur weer. Ja, zoals ik al eerder zei, 24 uur in de auto kan je nog een beetje slapen. 24 uur op een eiland kan je nog beter slapen, maar 24 uur gamen kan je helemaal niet slapen. Dus. Het enige rustmoment wat we onszelf een beetje gunnen is steeds dat kwartiertje eens in de 2 uur, plus minus.
We hebben ook echt niet heel veel opgenomen in GTA zelf, want we doen niet heel veel opzonders in GTA. Nu, nee. Niet. We gaan zo nog even wat missies doen voor mij. Ja. En dan moeten we verder maar even zien, inderdaad. We kunnen ook niet heel veel herrie maken, want nou ja, Effie ligt boven op bed te slapen. Met de kop in de tas nu. In mijn andere tas. En de buurvrouw en de rest van de buurt natuurlijk ook. En zoals jullie zien achter ons is het alweer licht. Ja. En hoe laat is het? 6 uur? Ja, precies. Oh, hij springt net op 1 over. En ik zit snoeptomaatjes te eten. Nog even, ik heb het bijna gehaald. Doe nog even. Hè? Doe nog wel even. Ja, dat moet nog wel even. 7 uur. Nog 7 uur? Blijf hier dus. Het is. Ja, zijn jullie klaar voor? Oh, je kan je kamer zetten. Ja. Ik ben er nooit klaar. Welke gaan we doen? Die rare truckachtige dingen of de buggies? Ik wil de buggies, maar ik weet niet wat jij wil. Ja, nee. Ik weet het niet. Ze lijken me allemaal leuk, maar de buggies lijken het me handiger in het riool. Ze hebben hier motor gestolen. Hey, let's get your getaway vehicles. This might not sound like the best idea, but you're gonna stay out of there without a gunfight. That would be the best case scenario. Mooi rolt netjes in het rondje. Het zijn mooie buggies. Beter dan degene die al in is. Wat? Hij zag me. Geen idee hoe. Is er niet echt heel erg goed? Kijk, wordt gezocht. Ja, anders rijden we hierheen, dan rijden we naar binnen. Ik weet niet of ik er zo blij mee ben. Dat ben ik gehad al, hè. Echt, ik heb een lekker theetje. Een lekker theetje, is vers geplukt net. Ja, die hebben we er buiten staan, doet die. Dat is een lekker theetje. Ik doe de volgende wel deze bestrijders. Even deze weg. Ja, lekker theetje. Ja, lekker theetje. Lekker. Theetje. Maar het was ook weer goud. Geld. Ja, je hebt geld al geweest. Oh ja. Lekker, lekker. Lekker. Oh, vind je lekker. Ik vind het een lekker ding. 3, 2, 1. Ja, niet helemaal gelijk hoor. Deze bestrijden. Oké, je moet er hacken natuurlijk. Hackie. Ja, dit keer maar 1 hack. Oké, okay, ja. Ik ga gelijk staan halen. Nou, ik doe toch. Good news. Seeing as we stayed under the radar, we have a little more time here. Een tiny man. Holla Mark, holla. Ik vind dat we best nog wel scherp zijn voor 24 uur zijn. Ja, oh shit, er zit niet zo'n kluisje. Ik denk dat ik hem helemaal ga pakken. Ja, nee, niet terecht. Ik heb niet alles kunnen pakken. Ik heb nog 4 uur stacks over. Ja, maar kijk, je moet altijd 2 keer op P drukken ofzo. Ja, ik moet ook altijd P mesje. Ja. Makkelijk. Ik ga er een hele kluis uit. Nee. Nee. Kijk, weer op 1 seconde. Ik weet het altijd niet. Dat leert me mannelijk. Oké. 3, 2, 1, go. Ik kan hem. Ja, we kunnen hier naar binnen. Man. Hier zo. Oké, ja, fijn gezien. Ik ben dood. Oh, we hebben een leven, maar. Oké, dat is mooi. Dat ging snel. We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. Ja. Waar moet ik heen?
Hij is open. Ik ben bij Markman, denk ik. En gewoon, hier blijven en ja. Als je duwt op de mat, ziet mensen even uit. Zie dat ook in casino overval. Kijk, ze staan helemaal achterop op de playground. Nou, dat gaat al ons geld. Boetjes. Oké. Oh shit. Weet je? Makkelijk. Waarom hebben we die... Stap in. Ik zal voor jou. Oh my god. Kijk, hij zit helemaal achteraan op de map. Oh, dat is leuk. Lekker rijden met het wagentje. Het is volledig lek ook. Auto zitten, heb ik de was kunnen ophangen. Oh, dat meen je gewoon. Ja, ze waren wel snel, hè? Nee. Hij kijkt op zijn loge van ja, dat duurt wel lang. Ja, normaal kijkt hij, dan zijn we er heel snel. Hè. Ja, nu heeft hij wel een keer gelijk. Hey, dat was er weer één. Hey, kijk eens. Hey. Jordi is weer nummer 1. Nee, nummer 3. Nummer 1, klaar. Ja. Is het bij mij geen geld, kind. Oh, geen geld. Ik kwam net een fles champagne kopen. Mensen, het is bijna 10:30. En we hebben nog even te gaan. Ik heb nog even op de bank gelegen, zo net niet al te lang, maar... Ja, even tot rust gekomen. Computer ook. En we gaan nu weer verder gamen. Zag ik de video sluiten? Nee. Nou, je blurt die vingertjes maar even lekker. Je blurt die vettige vingertjes maar even. Lekker vrouwelijk. Nou mensen, het is bijna 1 uur en dat gaan we afsluiten met vuurwerk. We hebben 24 uur gezeten. Ja, dit zien jullie waarschijnlijk ook op Mark's scherm, maar ik dacht ik deel onszelf ook even mee. Dus hyper de piep. Hoera, ik moest gewoon weer naar huis. Ik wil naar bed. Hyper de piep. Deze is voor lekker douchen. Oh. Wat ik heel graag wil. Deze is voor een airco. Yay. Die hier niet is. Nee, die hebben we niet. Deze is voor geen Jordi meer. Even lekker rust. Oh, heerlijk. Mooi. Nou, die heb ik niet gekeken. Deze is voor Jordi zelf. Ah. Kunnen we lekker naar binnen. Geroepen. Dat de champagne is verkocht. Ze zitten mee te hakken. En te hakken. Oké. Okay. Hey. Kumpshot, hey. Nou, lekker spuiten, hé. Is dat nu meer lekker natjes? Zo, nou, jij hebt er zin in. En drinken. 3, 2, 1, komt-ie! Ja, 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 ja. Oh, gaat hij het open? Naar kleren! Ah, yes. Moet dan zo eindigen. Okay, je moet zo eindigen. Moet ik weer draaien! Komt-ie! Niet de auto, niet de auto. Auto. Nee hè, nee hè, nee hè. Nee, oh, nee, oh. Niet. Wel heel goed. RP, oké. Nou, Mark dan nog. Mark. Ja. Nee, Mark wint. Nee. 40.000 is niet slecht. Nou, ik heb een deel van mijn geld terug. Oké, mensen, de 24 uur zitten er echt officieel op. En we zijn nog even wat shotjes aan het opnemen dat we aan het zwaaien zijn. Ja, zwaaien, ja. Dat is wel wat ouder. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En tot volgende keer te kijken. Nu, tot jullie. Later.